Dan, wat kun je allemaal doen met 0,4 miljoen? Dat vragen we aan Jeffrey Scholten, die gisteravond een droom zag uitkomen in het programma Dragon's Den op NPO 1. De Hengeloze ondernemer vroeg 250.000 euro's om te investeren in zijn bedrijf in wasbare luiers, maar kreeg er maar liefst 400.000. Sean Harris, een van de Dragons, die bleek zeer gecharmeerd van dat product. Jeffrey, goedemiddag. Goedemiddag. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, omdat het zo'n mooi moment was, even de ontknoping herbeleven, zoals die gisteren op tv te zien was. Serieus? Sean, ik vind het wel voor jou. Ja, ik dacht dat je zou dat zeggen. Nee, maar is het leuk? Het past bij jou. Het is een tastbaar product. Je hebt heel veel ervaring met retail en supermarkten. Maakt al winst. Heel weinig online marketing, dus daar kun je veel meer uithalen. Ja. Zie je, we zijn bij jou in dienst, je hoort het al. Ja, goed. Duurzaam product, John? Ik vind 10% te weinig. Ik hou van tussen de 20 en 30%. 400.000 voor 20%. Ja, dat vind ik een heel, heel mooi bod. Ja, dat is een no-brainer. Dan moet je een dikke kus geven, dat kan niet meer. Dat mag niet, toch? Maar ik zou het wel gedaan hebben. Ja. Oké, ik vind het een mooi bod. Dat wil ik graag. Hey! Hallo! Gefeliciteerd! Dit was gisteravond op tv. Wat komt er af op je, wat komt er op je af na zo'n uitzending? Ja, heel veel berichtjes, telefoontjes, website stond op ontploffen. Dat is echt bizar gewoon. Hoe echt is dit eigenlijk, waar ik naar zit te kijken? Want is dit, moet jij echt op dat moment besluiten, dit ga ik doen of dit ga ik niet doen? Of heb je stiekem van tevoren al iets gehoord? Nee, dit is echt, op dat moment moet ik de knoop doorhakken. Is het een deal of geen deal? Want jouw compagnon, je doet het niet alleen, was er niet bij. Nee, klopt. Ja, heb je nog even een telefoontje kunnen plegen? Nee, ja, we hadden natuurlijk wel wat scenario's van tevoren doorsproken. Van, de kans is aanwezig dat ze wat meer procenten willen hebben of een lager bedrag. Ja, dit was zo'n mooi bod, dat kon ik niet weigeren. Ja. Want het gaat om een percentage van de aandelen in het bedrijf of van de winst of zo. Ja, zij wordt voor 20% eigenaar van ons bedrijf. Ja. Zullen we even vooraan beginnen bij het product zelf? Want, misschien wel. Je hebt dus gisteravond een pitch gehouden, zeg maar, over jouw bedrijf, over jullie bedrijf en wat jullie maken. En dat jullie graag een investering willen hebben. Dat is het hele idee van Dragon's Den. Wat voor product maken jullie eigenlijk? Ja, wij maken meerdere producten, waaronder wasbare luiers, wasbare zwemluiers en wat aanverwante producten. Dat doen we momenteel nog in China. En we zijn al heel lang bezig om de productie naar Nederland te halen, in Enschede. We zijn nu al met een pilot bezig bij de DCW, dat heb ik hier eerder al verteld. Ja, dat kost gigantisch veel geld om dat op te zetten. En we moeten grotere voorraden inkopen, meer marketing doen. Dus dat was voor ons wel een reden om aan het programma mee te doen. Nou kunnen wij waarschijnlijk, tenminste ik weet niet hoe het met jou zit, maar niet 400.000 euro investeren. Maar als je nou een soort van pitch zou moeten doen, want je hebt volgens mij wat meegenomen. Ja, om het even te laten zien ook, wat je dan allemaal maakt. Ja. Dan hebben we daar een klein beeld bij. Dit zijn, we hebben hier de camera, dus misschien even super. Per stuk een beetje omhoog houden. Dit zijn de wasbare luiers. Ja, dit is een wasbare luier. En dit is een luier die one size is. Dus dat betekent dat kinderen die vanaf geboorte tot aanzienlijkheid kunnen gebruiken. Hij is in maat verstelbaar met drukknoopjes. Heeft een hele eenvoudige klittenbandsluiting. En hij ziet er natuurlijk heel leuk uit. Maar is dit nou, want ik had even buiten de uitzending een gesprek met een moeder. En die dacht, ja, wasbare luiers, die bestaan toch al 10 jaar of zo? Ja, klopt. Dat hoorde ik net ook. Ja, wasbare luiers bestaan nog veel langer. Heel vroeger had je katoenen doeken met de speld en er werd dan ook een wasbare luier. Maar wat maakt dan dat Sean Harris denkt, dit vind ik een goed idee? Ja, wij zitten in de lift. We bestaan nu 3 jaar, omzet stijgt elk jaar opnieuw. En er zit heel veel potentie in. De vraag naar wasbare luiers neemt alleen maar meer toe. En dat zien wij ook. En het bijzondere is dat wij de afgelopen maanden al regelmatig zijn benaderd door verschillende retailers die ons product graag in het assortiment willen opnemen. Maar? Ja, dan ga je toch gewoon verkopen? Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wij konden de productie gewoon niet aan. En ja, daar heb je ook gewoon meer geld voor nodig om een grotere voorraden in te kopen. Want jullie willen nu de productie hier in Enschede hebben? Ja, dat is wel ons doel. Wat voor uitdagingen brengt dat met zich mee? Ja, heel veel. Er is heel weinig kennis nog in Enschede. En we produceren nu in China en we plaatsen daar een bestelling. Ze hebben daar alle producten, alle stoffen, alle materialen liggen.
Alleen de productietijd is heel lang in China. En het transport vanuit China naar Nederland duurt ook lang en is niet duurzaam. En in Enschede moeten we alles van begin af aan zelf regelen. De knoopjes, de elastiekjes, de stoffen. En ze hebben geen kennis om een wasbare lui te confectioneren. Ja, ik zoek ook nog wel toch even naar van wat dan jullie project zo uniek maakt dat het dan zo goed gaat. Of dat deze vrouw besluit om 4 ton in jullie te investeren. Want als blijkbaar die wasbare luiers al bestaan. Ja. Weet je wat jullie anders maakt dan de rest bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ja, er zijn een paar dingen heel belangrijk aan een wasbare lui. Is dat die een goede pasvorm heeft. Wasbare luiers zijn gewoon wat dikker dan wegwerp. Nou, dat is een pluspunt aan onze luier. Prijs-kwaliteit verhouding is goed. Er zijn heel veel wasbare luiers die 2 keer zo duur zijn. En die ook nog eens minder absorberen. Ja, je kan je voorstellen als een kind in een luier plast, wil je dat die ook voldoende absorbeert. Nou, dat doet onze luier ook. Mm-hmm. En ze zien er natuurlijk heel leuk uit. Ja. Dus daarin onderscheiden wij ons echt wel van andere merken. En waarin wij ons straks kunnen onderscheiden is dat wij lokaal en sociaal gaan produceren. Want sociaal betekent, je werkt vaak met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, klopt. Ja. Ja, is dat ook een reden geweest voor haar om te investeren? Weet je dat eigenlijk? Ja, vooral het lokale aspect sprak haar vooral aan. Ja. Ja. Ik begreep ook even een klein blikje achter de schermen dat de opnames in een tijdperk van veel sneeuw waren. Ja, dat was toen met hevige sneeuwval. Ik ben dus al een dag van tevoren vertrokken. Ik wou geen risico's nemen. Dus ik heb al vannacht in een hotel. En dan de volgende ochtend zat ik in de studio. Ik heb de opname even zitten kijken van... Of tenminste niet de opname, maar de uitzending zitten kijken. Ja. Je kwam vrij gespannen over. Was je tevreden over de pitch? Nee, ja, inhoudelijk was die goed. Ik heb hem natuurlijk 100 keer geoefend. En ik zag hem gisteren terug. En ik kwam wel redelijk zenuwachtig over. En soms ook te snel en onduidelijk gesproken. Maar het resultaat was positief, dus daar ben ik heel tevreden over. Ja. Ja, maar dat duurde wel even als ik zo kijk. Want de eerste paar juryleden waren allemaal... Die vonden het wel een goed idee. Maar die zeiden, ja, dit past niet helemaal in ons segment. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat het wel een enorme opluchting was. Dat er uiteindelijk er toch één is die zei, nou, dit zie ik wel zitten. Ja, nou, van tevoren had ik al wat onderzoek gedaan. Ik gekeken van welke past het beste bij ons. Ja. Welke dragon. En dat, we hoopten al op Sean Harris. En dat kwam ook uit. En ja, als je een beetje kijkt naar de andere investeerders, die zitten meer in de tech. En ja. Zij zitten een beetje in de leeftijd. Ja. Nee, dat hadden we al zien aankomen. En ze knippen natuurlijk ook heel veel stukjes. Hè. Ik heb daar wel 3 kwartier gestaan of zo. En ze monteerden daar maar 5 of 10 minuten van. Nou, want daarover trouwens. Er werd gisteren ook een aantal keren een grapje gemaakt over luiers. Niet voor kinderen, maar voor ouderen. Ja. Is dat een markt die voor jullie interessant zou kunnen zijn? Ja, we hebben daar wel eens over gesproken met de zorginstelling. Ja, wij focussen ons nu eerst op baby's. En dat is al een hele stap. En we kunnen in de toekomst kijken naar wasbare luiers voor senioren. Ja. Met die 400.000 euro die je dan nu gaat krijgen... kun je daar dan die productie ook hiermee naartoe halen? Is dat genoeg? Of? Ja, dat is wel de verwachting dat we daar genoeg geld voor hebben. Ja. Dus, behalve productie opschalen en lokaal produceren... willen we daar ook veel meer mee doen. Marketingcampagnes opstarten en personeel aannemen. Ja. Ze zijn nog niet van jullie af. Nee. Staat geld al op de rekening eigenlijk? Nee, nog niet. De handtekening is nog niet gezet. Maar ik verwacht wel... Maar jij hebt wel app-contact met Sean? Zo van, hey... Ja, we hebben al 2 keer met haar gesproken. Toevallig gisteren nog bij haar thuis geweest. Echt... het toppen, dus dat komt wel helemaal goed. Kijk, Jeffrey, dank voor dit prachtige verhaal en heel veel succes met de wasbare luiers. Dank je wel.